humor van Kruijker, zijn timing. Dat was natuurlijk, ja, als die man Engelstalig was geweest, had hij ook de grootte van de wereld gehoord. Hij heeft een beetje dat een beetje onderbijt, weet je wel. Dat is altijd geestig, want dat heeft ook iets heel ondeugends en het heeft ook iets heel geslepens en heel slims. Dus het is een allround gezicht dat altijd, ik weet niet, venijn van een gewone situatie opzoekt. We zoeken een acteur die zegt, ik wil niet met Johnny Kruijkamp werken. Er zijn er maar heel weinig van. Misschien wel een paar, maar die hebben het ook aan zichzelf te danken, denk ik. Het is mij dan ook een grote eer, John, om je dit boek te mogen uitreiken. Dames en heren, John Kruijkamp, eindelijk ingenaaid. Namelijk zo, één van ons krijgt al die drie taarten in zijn gezicht en de andere niks. Ah, en wie krijgt dan die taart in zijn gezicht? Wie is lover? Allee, ga zo. Wat zijn jullie doen? We hebben een leuk idee voor een nieuwe scène, slapstick. Het komische was toch ook wel de enorme drift en timing en het tempo. Laat mijn pols los. Laat los. Ik laat jouw pols los als je mijn pols loslaat. Oké. Zet het ding neer. En dan kwam er laag Kruijkamp er bovenop. Geeft een enorm gevoel van macht, hè? Ja, natuurlijk. Zet het ding neer, hè? Ik wil niet veel zeggen, maar het licht van Rembrandt, zal ik maar zeggen, kwam er dan bij. Nou, zeg maar, dat kan. Nee, maar dat is dan het grote geheim. Waar ik ook wel eens met open bek naar heb staan te kijken. Het was verhaal geniaal dat hij een glas en een voorstelling, een glas. En hij stoot en hij stoot het voetje eraf. Nou, het glas is vol en hij moet andere dingen doen, maar hij moet het glas kwijt. En het publiek denkt, wat gaat hij doen? En hij pakt een appel, hap, poef. Dan zet die appel neer, bof, zo het glas in de halve appel. Kijk, staande ovatie, begrijp je? Aan de Amsterdamse grachten heb ik heel mijn hart voor altijd verpand. Amsterdam vult mijn gedachten als de mooiste stad in ons land. Café de Paris. Ja, het is wel een beetje veranderd, zeg. In welk opzicht dan? Ja, het is helemaal anders natuurlijk. Er is niks wat je meer kent. Het enige wat ik nog ken is dit hoekje. Dit was er niet in het glas. Dat was gewoon een open ruimte. Er stond de piano. En daar was die bas van Kruijkamp. Of Kruijkamp met een bas. Want hij speelde bas? Ja, hij speelde bas een beetje. Maar ook niet fantastisch. Maar ja, hij zong er een beetje bij. Maakte een beetje tierenlantijnen. En dat kon hij natuurlijk leuk. Hij was een soort stand-up comedian, wat toen nog niet bestond eigenlijk. Maar jullie werden vrienden en dat ontstond hier. En voelde je dat eigenlijk meteen dan, dat er zodanig een klik was dat jullie dat contact gingen uitbouwen? Ik was natuurlijk een stukje jonger. Ik ben bijna 20 jaar jonger dan Kraai. Dus ik was toen 16 en hij was 36. Dus hij had wel heel wat weer meegemaakt. Dus hij was al een bestaand, een bekend artiest, ja. Johnny, wat kreeg jij mee als zoon van het succes van je vader toen hij via Johnny en Rijk zo populair was geworden? Nou, ik ben bijna net zo oud als de televisie in de huiskamer is, om maar zeggen. Dus ik was, ik denk, 4 dat ze begonnen. En toen kwam ik ook voor het eerst op de schouders van mijn vader in het Ajaxstadion, het oude De Meer. En toen dacht ik, we zijn wel erg veel mensen die mijn vader ook een leuke man vinden. Had je daar last van ook dan? Nee, dat vond ik wel leuk. Want ik vond hem ook leuk.
Johnny en ik hebben een ballet gezien en het was gebaseerd op de muziek van Watermelon Man. En nu had Robert Kaas het leuke idee om dit ook... Hé, ik kijk op die monitor, hé. Ik ben niet in beeld. Wat maakt het nou uit of je niet in beeld bent? Je kunt het toch horen? Mijn lik, moet je eens kijken. Ik kan er proberen overheen te klimmen, maar... Hier... Ik ben niet in beeld. Maar ze kunnen je toch wel horen? Wat maakt het nou? Maar ik moet toch in beeld? Weet je wat de mensen nou thuis zeggen? De mensen betalen kijken. Wat zeggen de mensen? Ik zie de bekken trekken niet. Dat zeg ik wel wanneer je een gekke bek trekt. Mensen missen de bekken trekken. Ik kom er nog ineens bovenuit. Dames en heren, Johnny Kraaikamp trekt nu een gekke bek. Ik was helemaal nog niet begonnen met gek. Oké, mag die kamer iets achteruit? Mag de kamer iets achteruit? Juist. Beter vrede. Ja, nou ben ik content. Kijk, hij is natuurlijk super succesvol geweest. Zeker ook in die begintijd. En toch intussen had hij ook last van moeilijke periodes. Maar waar ontstonden die dan door? Dat is in het hoofd. Ik bedoel, hij is een man die echt pieken en dalen heeft gekend. En zeker in zijn geestelijke stabiliteit. Toen ik hem meemaakte, schommelde hij tussen uitersten, tussen enorm en mabel. Op het volgende moment kon hij echt razen als een soort Tasmaanse duivel. Tegen alles en nog wat. En had je niet precies door waar het over ging, maar dan maakte hij zich zo woedend. En boem, het volgende moment was het weer euforisch. En als het wat minder goed met hem ging, hè, want het was ook wel eens het geval, kon jij er dan echt zijn als vriend van hem? Ja, dat kwam ook wel vaak, ja. Hadden jullie dan serieuze gesprekken ook? Dat was vaak moeilijk, want als je dan echt in de problemen zat, was het vaak omdat hij dan iets te veel gedronken had. En dan werd hij wel eens narig en dan werd hij voor iedereen narig. Dat kon in het begin, dat was dan wel goed, weet je. Maar later, hoe meer die doorzakte, hoe lastiger die werd. En dan ging ik me echt drukken. Niet zozeer omdat ik bang daarvoor was, maar ik zei Kraai, want hij luisterde niet. Je kon zeggen, ga mee, we gaan nu daar naartoe. Je was niet mee te nemen. Nee, dat deed hij niet. Ja, koppen. John, weet je wat? Trek je jasje uit, hè? Ja, zou ik kunnen doen. Ja. Ik kan mijn jasje altijd uittrekken. Ja, inderdaad. Jongens, daar gaat hij. Ik kende hem net als iedereen van de televisie. En van de foto's in de kranten, van de problemen die met hem waren. En dat hij wel eens een broodje dronk en dat soort dingen. En dat was toch nooit een barstende vriendschap dan? Nee, absoluut niet. Nee, want ik belde de volgende dag op of twee dagen later. Want hij moest ook vaak een paar dagen doorhalen. Maar zei hij altijd, ik ga even mijn veren uitschudden. En dan wist ik dat hij 3-4 dagen bezig was. Mensen die zoiets hebben, zo'n bijna goddelijk... goddelijke aanrakentje, dat talent, die moeten daar ook voor betalen, denk ik. Dus die betalen in de vorm van een ongeregeld gevoelsleven of überhaupt een ongeregeld leven of een identiteitsloos leven, dat kan ook. Ja, dus Kraaikamp heeft altijd gezocht, het was ook wel een wanhopige figuur. Maar wie mooi wil zijn, moet pijn lijden. Ik ben gelukkig dat ik even bij u ben. Het is net als toen, nu weer ieder even ziet. Misschien leek het lang geleden dat we samen vrolijk deden. Ben ik ouder, ben ik grijzer, word ik dikker, lijk ik wijzer. Is het leuk? En hoe was het voor jou als zoon, als hij neerslachtig was? Kijk, hij heeft er met mij altijd open over kunnen praten. Maar er zijn perioden geweest dat ik me wel verraden voelde. Omdat je het niet begrijpt dat iemand... He, die zo, ook zo leuk kan zijn en lief en sterk... dat hij dan ineens bevangen wordt door depressies. Jij kon hem dan niet helpen? Nee. Jullie hebben samen op het toneel gestaan. Ook samen, ik geloof, 9 jaar lang het Zonnetje in Huis gedaan. Hoe was het om met hem samen te werken? Maar het is wel spannend geweest, natuurlijk. Want het is sowieso moeilijk om zo'n man tegen te spreken. Ook voor mij. Ik kan me voorstellen dat het ook nog wel enigszins intimiderend is... om met je vader, die toch, laten we zeggen, grootste acteur is, samen te spelen. Ja, maar daar heb ik maling aan. Wat moet je dan in huis hebben om dat te durven?
Nou, een vader die je heeft opgeleid om nergens bang voor te zijn. Opgevoed, moet ik zeggen. Maar denk je dat de collega-acteurs wel eens moeite hadden met hem als ze met hem werkten? Ja, dat denk ik wel. Ik denk wel dat er mensen zijn die daar angst voor hadden. Maar er zijn ook mensen die dat helemaal niet hadden. En die konden ook meestal wel wat. Voor mensen die geneigd zijn om zich open te stellen voor het niet ondominante talent van de oude kraai, is het een feest om mee te werken. Zoek een acteur die zegt, ik wil niet met Johnny Kraaikamp werken. Er zijn er maar heel weinig van. Misschien wel een paar, maar die hebben het ook aan zichzelf te danken, denk ik. We noemen geen namen. Nee, de meesten zijn ook dood. Oh, dat scheelt. Wij beweren dat ik lieg. Ja, je beliegt en je speelt vals. Ja, oh, dan speel ik ineens vals. Ja, want de meneer niet tegen zijn verlies kan. Nee, ik kan heel goed tegen mijn verlies. Heel goed tegen mijn verlies. Ik kan alleen niet tegen die smerige trucjes van jou. Edele Bruto zegt dat hij vol heerzucht was. Indien het zo was, dan was het een zware schuld. Hadden hij en Rijk de Gooijer eigenlijk ook een vriendschap die nee, daarin is? Helemaal niet? Nee, er waren goede collega's, dat wel. Maar hij ging niet echt met Rijk vaak om, nee. Want ik heb ook kleding gedaan. Voor Johnny en Rijk? Ja, ja, voor die Johnny en Rijk show. En dan kwam ik weer afleveren en dan ging Kraai met me mee. En Rijk, ga je mee Rijk? Nee, weg. En die had ook andere vrienden Rijk de Gooijer. Wat voor soort vrienden dan? Ja, een beetje in de intellectuele groep had hij veel vrienden. Veel schrijvers. Een beetje gereformeerde Utrechtenaar was Rijk. En Kraai was natuurlijk echt een joviale Amsterdammer. John, weet je nog dat we gevochten hebben? Ja. Ja. In een Volkswagen heb ik hem twee blauwe ogen geslagen. Dan was ik iets sterker in die tijd, denk ik. Ja. Dat geef ik toe. Ik was gemoedelijker. Ik nam dat maar. Ik denk, nou ja, ram, als je daar zin in hebt, ram dan maar. Maar twee keer in 15 jaar vind ik niet zoveel. Want zo lang hebben jullie samengewerkt. Nee, inderdaad. Want inderdaad, kijk, als je met elkaar werkt 15 jaar lang, dan krijg je een soort huwelijk. En een huwelijk is ook een liefde-haatverhouding. Mm-hmm. Ik kan het nu rustig zeggen. Wij hadden een liefde- en haatverhouding. Maar en hoe is het op het ogenblik? Nu is het een haat- en liefde. Ik wilde hem eigenlijk een rol geven in een musical. In een grote musical over Circus Knie. En toen kreeg hij tegelijkertijd een aanbieding om Shakespeare te gaan doen in Rotterdam. En hij koos voor dat. Een uitstekende keuze. Een hele goede keuze, want dat soort dingen moet je doen. Al is het maar één keer in je leven. Ja, zeker. Nooit een Shakespeare laten lopen voor Circus Knie. Lees! Wat? Met de oogkassen. Hoe kom je daarmee aan? Geen ogen in je hoofd, geen geld in je beurs. Je ogen zijn een zwaar geval, je beurs een lichte. Zo zie je hoe de wereld gaat. Ik zie het op gevoel. Ben je gek? Een man kan zien hoe deze wereld gaat zonder ogen. Kijk met je oren. King Lear vond ik meer apen kijken. Mensen gingen naar de komiek Kraai om kijken of die eruit kwam. Ik moet eerlijk zeggen, hoewel ik het indrukwekkend vond wat hij deed, vond ik hem niet bij uitstek geschikt voor grote tragische rollen. Nee. Die hunkering van jouw vader naar, laten we zeggen, het serieuze toneel, snapte jij die? Ja. Rijk en hij hebben 25 jaar samengewerkt. Hij heeft als bühneartiest op de zogenaamde Schnabbel-tournee, dus bruiloften en partijen, en zelfs voor militairen opgetreden. Daarin had hij zich wel zo langzamerhand bewezen en zocht wel een nieuwe uitdaging. En dat heeft hij dan op het toneel gevonden. Ja, ik heb nooit begrepen waarom hij daar zo naar zeeën zoekte. Dat heb ik nooit begrepen, want hij had alle erkenning van de wereld. En niemand deed smalend over hem. Kraaikamp was gewoon een zwaar gewicht op het gebied van zijn kunnen. Nou, dan hoef je niet te verlangen naar erkenning op een ander gebied, vind ik. Ik zou hun kunnen bellen. Nee, dat vinden ze vreselijk. Nee, dan gaan ze zich schuldig voelen. Je moet alleen bellen als je wat te vertellen hebt. Ik heb iets te vertellen. Niet waar. Wel waar. Wat dan? Wat gaan ze dan vertellen wat ze niet al 100 keer gehoord hebben? Iets heel belangrijks. Iets wat ze echt moeten weten. Nou, wat dan? Wat gaan ze nou vertellen?
dat ze ons moeten bellen. Vrij laat in zijn carrière kreeg je dan intensief contact met Joop van den Ende, die hem wierf voor zijn stukken. Kan jij beschrijven welke rol van den Ende gespeeld heeft voor je vader? Joop heeft er wel voor gezorgd dat mijn vader in de laatste 10 jaar zeker, of zolang het geduurd heeft, misschien wel langer, dat hij die status heeft gekregen en behouden en uitgebouwd, die hem nu tot de man maakt die hij is geworden. Mijn relatie met Kraaikamp is er een geweest van een verzorgende producent. Hè? Dus naast goed repertoire zoeken en goede producties maken, ook in zijn privéleven zorgen dat er altijd een vaste assistent is. Dat hij genoeg eet, dat hij niet drinkt als het moet. En dat was bij Kraaikamp nodig om hem te laten excelleren. Kijk eens, hier. Over dik gesproken. Ik ben niet dik. Weet je wat ik heb? Ik ben een beetje te kort voor mijn gewicht. Hij heeft een prachtige laatste 15 jaar van zijn carrière doorgemaakt. Op goed niveau. Goede kwaliteit. De beste theaters. Een mooi televisieprogramma. Wat hogere cijfers scoorde. Ja, ik ben er wel trots op dat ik daar aan mee mogen werken. Uiteindelijk heeft je vader ook veel prijzen gekregen. De Johan Kaartprijs, Louis d'Or. Wat zei die Gouden Kalf. Gouden Kalf, ja. Nou, de Louis d'Or, dat was heel... Belangrijkste toneelprijs in ja, het land. Ja. Nee, het leuke was, ik was toen niet in het land. En ik zag een Nederlandse krant. En dan zag ik zijn kop blij. En die foto... Ja, die zegt geloof ik wel alles. En het was ook prachtig, Jacques de Fatalist, waar hij hem voor gekregen heeft. Het was uniek. De vroegere komiek Kraaikamp is met deze prijs definitief als toneelspeler erkend. Ik heb maar 1 keer wat gewonnen, dat heb ik al eens gezegd, met zaklopen als kind. En dit is natuurlijk een verrassing. Hoe belangrijk was dat voor hem? Heel belangrijk. Hij deed net of het in het begin niet belangrijk was, maar het was heel belangrijk voor hem. Het heeft hem ook gevormd tot een heel ander mens. Ja, hoe zo dan? Nou ja, hij was ook veel serieuzer geworden. Weet je, dat drankprobleem dat werd een beetje minder. Dus hij ging echt het grote kader, werd hier het grote toneel op. En dat was natuurlijk niet het snabbelen wat hij deed in het café en op feestjes en zo. Dat was een beetje afgelopen op dat moment. Het was natuurlijk een overwinning. Het was een overwinning. Om ja, laat ik zo zeggen, het cultuursnobisme te laten zien. Moet je luisteren, het is een vak... Wat ik ook kan beheersen. En ik ben niet alleen komiek, ik ben gewoon acteur. Ik vind dat wij in Nederland heel slecht omgaan met onze grote naam. Ik vind dat we daar wat meer, met meer niveau mee moeten omgaan. Meer respect hebben voor wat mensen bereikt hebben voor ons land. En ik vind dat een man als Kraaikamp herinnerd moet blijven. We gaan bijna beginnen, maar eerst wil ik natuurlijk vanavond 1 persoon persoonlijk welkom heten. De naamgever van de Musical Awards, hij is er gelukkig vanavond, John Kraaikamp. Hij was een van onze grootste komische acteurs die ooit bestaan hebben. En ik vind dat geëerd moet zijn. Dit was bij mijn trouwen. Toen was Kraai getuige. Welk jaar was dat? Dat is in 1974 geweest. Was hij een ordentelijke getuige? Ja, was netjes. Ja, het is goed afgelopen. En hier zie ik hem met Jaap van Zweden. Zijn hier foto's waar Johnny en Jaap van Zweden op staan? Met jij erbij natuurlijk. Dat was de laatste keer dat hij... publiek was en dat hij ook nog wat opgetreden heeft, ook nog een liedje gezongen op het einde. Want dit was wanneer dan? Dat was verleden jaar maart. Je vader heeft tot op het laatst, zolang het kon, op het toneel gestaan. Wat betekent het, denk jij, voor hem dat het op een gegeven moment niet meer mogelijk was? Nou, dat was triest. En dat is niet makkelijk geweest. Dat is een heel moeilijk moment
om te accepteren. Het heeft ook wel even geduurd. En daar hebben we het ook over gehad. En ik weet dat ik zou het liefste, ik zou het grootste plezier hem ook doen als hij morgen er weer op zou staan en weer zou kunnen schitteren. Maar ja, het is nu eenmaal zover dat hij zo oud is dat de batterij leeg is. En hij heeft eigenlijk de laatste 10 jaar, en hebben we ook van het zonnetje, dat je denkt, ja, gaat het nog? En dat is gewoon iets fysieks. Er woont een koning in het land van Rosa Spier. Het is mijn vader. Het is mijn pa. Het is die ouwe. De ongekroonde koning van de lach. Maar ook een van de mooiste acteurs die ik ooit zag. De rascomediant die alle trucendozen kent. Wiens lichaam soms te zwak is om de kracht van zijn talent, zijn meesterschap te schragen, dat als 7 zonnen schijnt. En enkel door fysiek tekort soms in het niets verdwijnt. Want zijn lichaam, niet de man, is hier de stakker. Kom nou, pap. Hier ben ik. Waar zijn je pillen? Blijf wakker. Zeg nog een keertje, hè? Gaan mensen meezingen. Aan de Amsterdamse gracht. Aan de Amsterdamse grachten. Hè? Voor altijd voor Amsterdam vult mijn gedachten. Amsterdam vult mijn gedachten. Als de mooiste stad van het land. Als de mooiste stad. Al die Amsterdamse mensen. Al die Amsterdamse. Al die lichtjes s'avonds laten verblijven. Al die lichtjes s'avonds laten. Niemand kan zich mee de mensen. Niemand kan.